Volk van Suriname, lieve moeders van Suriname. Het is vandaag moederdag en het is een traditie dat we op de tweede zondag in de maand mei de moeders extra verwennen. Ze worden allemaal in de bloemetjes gezet. Echter leveren de COVID-19-pandemie enorm veel beperkingen op. En ook bij deze viering van de moederdag of herdenking. Een beperking die ons dwingt alternatieve manieren te vinden om de moeders toch op deze bijzondere dag extra in het zonnetje te zetten. COVID-19 dwingt ons ook om invulling te geven aan de kreet dat elke dag moederdag is en dat we onze geliefden elke dag en elk moment moeten waarderen. Vooral omdat de omstandigheden ons met de neus op de feiten drukken dat op elk moment situaties kunnen veranderen. Laten we bij het vieren van Moederdag de onbaatzuchtigheid en liefde van onze moeders koesteren. Een moeder staat centraal in het succes van het gezin en ze is en blijft de hoeksteen van onze samenleving. Het hele jaar door, maar vooral op deze speciale dag, verdienen onze moeders daarom diep respect en grote waardering voor hun liefde en opoffering. Vandaag brengen sommigen die niet bij hun moeders kunnen zijn, uit liefde het offer van één dag in ruil voor nog veel mooie momenten met onze moeders. Hun liefde, toewijding en wijsheid dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van geestelijk gezonde gezinnen. Het magische woord mama is het eerste woord waarmee de moeder in elke taal door haar kind wordt aangesproken. Onder alle omstandigheden zal een kind dit woord uitroepen als ze bang of in nood is in haar wanhoop, maar ook als ze haar vreugde wil uiten. Een moeder is in eerste instantie de warme en veilige kokon voor haar kleintje. En bij het opgroeien de reikende hand en het luisterend oor de vertrouwenspersoon voor haar kinderen. Een moeder is de spil van haar gezin. De stevige kankantribon, sa winti aiseki, maar nooit die kampusutroe. Met zachte blik en straffe hand houdt ze haar gezin op het rechte pad. Geduld en liefde zijn vaak haar wapens. Onze voorouders hebben het ook zo mooi gezegd in wa odo. Wa ma na alayabong sa aiteki fonfon gi en piking. Dat wil zeggen dat een moeder zonder enige aarzeling offers brengt voor haar kind. Ze verzorgt en ondersteunt en is een bron van inspiratie voor haar gezin. Haar onvermoeibare toewijding aan het gezin voedt ons als individu en verrijkt daardoor de natie. Een moeder is een libiscore van haar kind. Ze leert haar kind liefde te geven en loyaal te zijn, verantwoordelijkheid te dragen, anderen te respecteren en vooral volgens normen en waarden te leven. Een moeder denkt met haar hart, is altijd dienend bezig en is daardoor een voorbeeldfiguur voor haar kind en de gemeenschap. Met een geruststellende blik legt een moeder wanhoop stil. Ze is inzetbaar in de breedte van het leven en is vaak de middelaar en de heler. Het lukt haar aardig om relatie, carrière en moederschap succesvol te combineren. Er wordt zo vaak gesproken over moeder natuur die ons voedsel geeft. Water, warmte, zuurstof en nog veel meer. En er is niets voor teruggevraagd. Net zo is ook een moeder. Er wordt ook vaak dringend gevraagd om correct om te gaan met moeder natuur. We moeten moeder natuur goed behandelen en niet misbruiken, dan zal ze ons blijven voeden, blijven geven en beschermen. Hetzelfde geldt voor de moeder. Door de financieel-economische crisis die veroorzaakt is door de vorige machthebbers, hebben de moeders het moeilijk. Ik hoorde laatst op de televisie enkele mensen de klacht uiten dat alles zo duur is geworden. Fadoyang.
Als president heb ik een luisterend oor voor de noden. We zullen uw noden verlichten. De moeders verstaan bij wijze van spreken de kunst om van een dubbeltje een kwartje te maken. Hier proef ik de kracht van onze Sanna Uma. En ik doe een dringend beroep op de moeders. Blijft u hoopvol gestemd en heb vertrouwen in deze regering. Het komt goed. We zullen het land en het volk uit de crisis halen. Als president zie ik heel graag dat op deze prachtige dag alle moeders, ongeacht geloof of ras, zich kunnen verenigen om samen het zaadje van liefde en vertrouwen te planten in de harten van alle Surinamers. Wama na fin keti, ma akantai bigi udu. Dat wil zeggen dat we de kracht van een moeder om liefde te zaaien niet moeten onderschatten. Door de grote kracht van moederliefde zullen we allemaal zegen vieren. Mede namens de First Lady wens ik alle moeders een prettige, een liefdevolle en fijne moederdag toe. God bless you.